beste studenten, want studenten hebben ook in ons midden, partners in onderwijs, collega's en andere genodigden. Met gepaste trots geven we vanavond de aftrap aan het concept van het Nationaal Veiligheidscollege 2020. Met als thema radicalisering. De eerste ronde, zometeen na mijn woordje, wordt gedaan door Vidan Ekkies. Zij neemt ons mee aan de hand van haar documentaire Radicalisering en Polarisatie op macroniveau. Mensen zijn angstig. Ze zijn bang voor president Trump en zijn plannen. Ze zijn bang voor vluchtelingenstroom die onze kant uitkomt. Ze zijn bang voor aanslagen. Die angst zorgt ervoor dat mensen lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. Die angst die zorgt voor verdeeldheid. Die zorgt voor polarisatie. Het tweede gedeelte van de avond wordt verzorgd door Gulsum Isleyen. En zij geeft vanavond een performance radicalisering op microniveau. Free your mind. Tegen te gaan, mevrouw. Wat doe jij tegen verdeeldheid? Moslims worden opgeroepen om zich uit te spreken over aanslagen waar ze niks mee te maken hebben. Ik roep jullie bij deze op om jullie daar tegen uit te spreken. We kunnen het ons niet meer veroorloven om ons af te sluiten in onze hoofden en in onze angst. Er zitten hier 70 mensen in de zaal. Weet je wat 70 stemmen in de zaal? Weet je wat we daar allemaal mee zouden kunnen doen? Weet je wat voor een bereik jullie stemmen hebben? We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid pakken. Allemaal. Ik heb het hier tegen ons allemaal. De derde ronde gaan we met elkaar in discussie. En is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Want wij leerlingen nu zijn eigenlijk de toekomst van later. Dus als wij daar misschien goed mee om kunnen gaan, dan zal het misschien niet nu, maar later zeker wel impact hebben op hoe we leven met elkaar. Ik denk dat vooral op een opleiding zoals deze het ontzettend belangrijk is dat naast de normale training die de studenten krijgen en vakken die ze meekrijgen ook een stukje aan de slag gegaan wordt met hun kijk op radicalisering. Iedereen weet het wel, maar het wordt gewoon niet besproken omdat er inderdaad heel erg heftig op wordt gereageerd. Je moet wat langer met zo'n klas optrekken om ook een stuk respect van elkaar te krijgen, maar ook als docent om ze te leren kennen en ze dan aan te spreken. Je moet, denk ik, gedragen worden door de directie en als team. En dan op die manier als een soort van eenheid dat je dat kan aanbieden aan je leerlingen. Maar het is wel lastig als leidinggevende, als afdelingshoofd, want je bent het niet altijd eens met wat mensen zeggen. Stel, het loopt helemaal mis en het is in jouw klas gebeurd, ja, dan lijkt mij ook dat daar ook een angst in zit voor een docent. Het mooie vind ik juist bij ons in die klasse, probeer ze ook heel bewust met laten omgaan, is dat ze elkaar ook gaan aanspreken. Klinkt ideaal. En ik denk dat wij ook, als we hier naar school kijken, drie verschillende opleidingen hebben zitten met een heel andere doelgroep, met een heel andere cultuur. Maar één ding gemeen is, alle drie dragen een uniform. En als we die met elkaar in gesprek laten zijn, ja, dan hebben we een hele grote winst. Als je kijkt waar wij ingezet worden, is het hoofdzakelijk in moslimlanden. En je ziet dus eigenlijk ook dat, omdat je in die cultuur terechtkomt, dat je dus ook ziet dat mensen zien dat het overgrote deel van die mensen, waar je dus ook contact mee hebt, ja, dat dat een ongelooflijk mooie samenwerking is. En ik probeer mijn kinderen ook door ze mee op vakantie te nemen, naar verschillende culturen ook mee te geven, dat er verschillende culturen zijn en dat het prima is naast elkaar, met elkaar. En ik op die manier mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dus dank en ja, ga vooral door. Dankjewel. Ja, dank jullie wel.